Zo. Daar ben ik weer in de ark. Koster had me voorbereid dat het donker zou zijn. Nou, dat klopt. Hij had zelfs een zaklamp gegeven, de sleutels. Nu moet ik alleen die schakelaar vinden. Waar zou die zitten? Hé. Hey. Geen licht uit te krijgen. Dat is vreemd, dat is jammer. Dan moet ik op de tast. Even kijken, wat zou hier zitten? Oh, dus het is wel licht. Maar... hier ook licht. Ik heb al door, maar lichtbrand moet ik niet zijn. Dat is de consistorie. Misschien hier. Ja, dat schijnt te laat. Oei. Zo. Moet je niet te vaak overkomen, heb ik al door. Even kijken. Oh, daar. Technische ruimte. Volgens mij, ja. Ik had de deur maar gelijk wagenwijd open zetten. Misschien dat hier ook een licht gaat branden. Ja, precies niet, hè. Nou, eens even kijken. Niet te geloven. Zo. De stok en de staf. Ziet geen hand voor ogen zonder licht. Nou, maar kijken of het in de kerk zo lichter is. Jammer dat het niet doet. Zo, nou, weer opnieuw in de ark. Weer opnieuw de lege banken. Maar, we weten nu dat er heel veel kinderen, jongelui, nu meeluisteren en meekijken. Zo, we zijn er weer. Ik hoop... samen met jullie jongens, meiden, een fijne dienst mogen hebben. Ook deze dienst, die we weer met elkaar mogen vieren, waar we ook zijn en op welke manier we ook deze dienst meemaken, ook nu mogen wij weten dat onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, erbij is en ons helpen wil. Ons bij het spelen, bij het zingen, bij het filmen, maar ook bij het kijken en bij het luisteren. Zijn geest geeft ons de kracht en de rust in deze dienst. Zo mogen wij weten dat God ons ook vandaag helpen wil. Door zijn geest en in de naam van zijn Zoon. Amen. Hebben jullie het al gehoord? Jezus, de koning van Israël, is opgestaan uit de dood. Jezus? Koning van Israël? Nooit van gehoord. Jawel, dat was die ene die een paar weken geleden gekruisigd was. Welke ene? Wees nou eens even duidelijk. Ja, een paar weken geleden, er was maar geen ophef. Ja, dat gebeurde op Goede Vrijdag. Oh, die ene. Maar dat was toch al een hele tijd geleden? 40 dagen om precies te zijn. En wisten jullie ook dat Jezus na 3 dagen weer is opgestaan uit de dood? Hij leeft gewoon. En dat ga ik aan iedereen vertellen wie ik me tegenkom. Willen jullie mij meehelpen? Vertel het aan de mensen.
David, David, je moet meekomen. Ik moet je wat vertellen. Ja, Hel. Ik ben de mensen aan het vertellen over Jezus. Wat is er nou belangrijker dan dat? Nou, die Jezus waar jij het nu over hebt, is zojuist naar de hemel gegaan. Wat? Dat kan toch niet? Hoe kan dat dan? Nou, je weet toch dat ik het liefst de hele dag bij Jezus ben. Ik heb hem stiekem gevolgd naar de Olijfberg. Hij ging zulke mooie verhalen vertellen en toen vertelde hij dit. Komen. Maar wat zei Jezus dan? Nou, er kwamen twee mannen in witte kleren en die zeiden dat hij weer terug zou komen op dezelfde manier hoe hij is weggegaan. Zo blij, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Nu is Jezus weer weggegaan. Ik was juist zo blij dat hij was opgestaan en voor altijd bij ons zou zijn. Wat is hier aan de hand? Nou, jij al vertelt net dat Jezus naar de hemel is gegaan. Ik vind dat ik het niet eens afscheid kunnen nemen. Nu zijn we weer alleen. Ja, lieverd, ik heb dat ook gehoord. Maar ik weet zeker dat de Heer Jezus wel terugkomt. Hij zal ook een trooster aan ons sturen. Maar ik wil alleen Jezus. Ik wil geen andere trooster. Ach, lieverd, luister toch eens. Als je het even niet meer ziet.
Ja, mam. Ik zal proberen te vertrouwen in. En Jezus doet wat hij beloofd heeft. Hij zal een trooster sturen. Wacht maar af. Ja, David. Kom, dan gaan we nu naar de stad. De mensen vertellen dat Jezus naar zijn vader in de hemel is gegaan. Jael, het is echt waar. Jezus heeft zijn trooster gestuurd. Ik was met mijn moeder naar de stad gegaan om het oogstfeest te vieren. En weet je, daar waren de discipelen die over Jezus vertelden. En ze spraken allerlei gekke talen. Iedereen kon het verstaan. Hè? Maar wat zeiden ze dan? Ze zeiden dat Jezus teruggekomen is door een Heilige Geest te sturen die in je hartje wil wonen. Vergelijken met een vuur. Wij krijgen een vuur in ons hart, waarmee we anderen warm kunnen maken en ook aan kunnen steken. Op deze aarde. Dus dan zal hij ook wel in iedereen zijn hartje willen wonen. Ook die van jou en mij. Dus ik denk dat we er maar gewoon om moeten vragen. Dat klinkt simpel. Zullen we het dan maar meteen aan Jezus gaan vragen? Ja, goed idee, Jael. Ik wil wel vol zijn van Gods Heilige Geest. Thank you.
David. Voel jij Gods Heilige Geest? Ja, ik voel mij minder bang. Want God is nu heel dicht bij mij. Zijn Heilige Geest woont nu ook in mijn hart. Laten we feest vieren, want God en Jezus wonen in ons hart. Nu zijn we nooit meer alleen. Wonen. En de Heilige Geest leert je allemaal mooie dingen. Dat noem je de vruchten van de Geest. Heel de Heer je leren door de Heilige Geest.
aan een hele mooie dienst, waarin we stil hebben gestaan bij de uitstorting van Gods Heilige Geest. Wat doet de Geest? Wie is de Geest? En hoe merk je dat de Geest in je is? En daar heb ik zelf nog een heel mooi voorbeeld van. Daar sluiten we dus mee af. Want aan het begin kwam ik de kerk binnen. En wat ik ook deed, mijn zaklamp, die deed het niet. En wat dachten jullie hoe dat nu kwam? Inderdaad, het antwoord is, ik had vergeten er de batterijen in te doen. En zonder batterijen geeft er geen licht, terwijl het een hele goede zaklamp is. En zodra er batterijen in zitten, geeft hij licht. En eigenlijk kun je die batterijen vergelijken met Gods Geest. Als Gods Geest in jouw leven is, ga je licht geven, ga je het licht van God overal laten schijnen. Dat is de kracht, niet alleen van de batterij en de zaklamp, maar ook de kracht van Gods Geest in ons leven. En zo mogen we dan ook danken. Aan het eind van deze dienst. De Heere zegent ons, behoedt en bewaart ons, niet alleen nu, niet alleen vandaag, maar alle dagen van ons leven. En er wenst ons zijn vrede op de weg die we gaan mogen en dat we lichtdragers mogen zijn in de wereld. Amen. Geef dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal. En klik het belletje aan, zodat je altijd nieuwe meldingen krijgt van de nieuwe video's die we maken.